Yo, Rens van Kasteel, leuk jullie kijken naar de tweede aflevering van de serie The Bucket List. In deze serie ga ik heel veel video's maken waarin ik opdrachten ga uitvoeren die zijn opgeschreven in het boek The Bucket List. En deze week is het een hele speciale en hele leuke opdracht, namelijk maak een ritje in je droomauto. Achter de schermen ben ik hier al heel lang mee bezig geweest om een ritje te maken in mijn droomauto. Nou, ik heb het iets anders aangepakt dan dat mijn droomauto echt bekend onmogelijk is om daar een testrit in te maken. Dus ik heb een testrit geregeld met het broertje van mijn droomauto. Voor de mensen die het niet weten, mijn droomauto is nog steeds de Audi RS3. En broertje ervan, daar heb ik een test mee geregeld. En jullie gaan kijken hoe ik in deze auto mezelf voel en hoe ik hierin ga rijden. Oké, voor dus een testrit in mijn droomauto heb ik namelijk een aantal dingen nodig, namelijk de auto zelf en namelijk dus een autobedrijf. Ik ben nu onderweg naar een autobedrijf. Ik heb heel lang achter de schermen ben ik hier bezig geweest om het te regelen, want heel veel autobedrijven zeggen omdat het namelijk een best wel een exclusieve auto is van dit doen wij niet. Dat zie je ook wel aan de prijzen, dus dat is heel jammer. Uiteindelijk heb ik een autobedrijf gevonden die gelukkig niet al te ver weg is en waar ik dus ongeveer 40 minuten voor moet gaan rijden. Dus dat vind ik op zich nog wel te doen. Ik heb het niet helemaal volgens plan gedaan, mijn droomauto is nog steeds de Audi RS3. Die hebben ze daar ook staan, alleen ik vond het een beetje riskant om dat dan aan te gaan vragen. Dus ik heb namelijk het broertje heb ik even gepakt die een stukje goedkoper was. Namelijk de Audi RS6. Ook wel iets nieuwer dus. Als ik sowieso daar dadelijk ben, ga ik wel kijken of het alsnog mogelijk is om in de Audi RS3 te rijden. Lukt dat niet? Doe ik in de Audi RS6, dat is gewoon een broertje van de RS3. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Ik ben heel benieuwd hoe ik die auto ga aanvoeren en hoe ik me eigenlijk nog vind of dat eigenlijk nog mijn droomauto is. Want zelf heb ik er nog nooit in gereden en ik heb ook nog nooit meegereden met iemand die auto heeft. Want ik ken toevallig iemand die auto heeft. Ik ben heel benieuwd hoe die auto mij gaat bevallen en ja, we zijn er ongeveer over 20. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Als we misschien even wachten, anders ga je meteen achter die auto's. Het verschil tussen semi en automaat. Ja. Bij semi voel je echt als je opschakelt en terug. Ja. En hier bij deze RS6 bijvoorbeeld voel je er bijna niks van. Nee, ja, volgens mij bij Audi heet het multitronic en triptronic. En wat is het verschil? Multitronic, dus dan kan je niet zelf schakelen. En met triptronic wel. Dan kan je zelf op maat schakelen.
Het rijdt heel rustig, hè, 10 cilinder. Geef me een keer gas, dan is hij meewerken. Zo! Die zekerheid wordt helemaal in je stoel gedrukt. Ja, het is een kanon. Ik ga hier maar weer naar rechts. Dit is nou de RS6. Dat maakt het nou weer. Ja, ik heb toch ooit gezien dat mensen wel ook echt in een stoel doen. Ik dacht van ja, het zal meevallen toch. Maar net, ik trap in en in één keer. Alsjeblieft. Ik zaak die terug en dan bam. En dat geluid dat altijd, kijk, dat is mooi, hè? Als je heel laag op het toerental zet en heel, heel snel. Ja, ja. Het is de 1 minuut over 11 voor je morgen. Ja, Boos heeft je ook met trouwens. Het is deze stad richting Emmeloord bij Zwift. Die duikt de derde afslag, links. Ik ben voor een meisje hier in het dorp, die dak in rechts. Zal ik een voorbeeld schetsen? Ja, dat meisje die koopt bij mij van deze week een CLA. Die staat daar, de witte. Kost 24.000 euro. Ze wil zelf 9, wil ze zelf betalen uit eigen spaarpotje. Zet hem maar voor de pand. 9 wil ze zelf betalen, moest ze 15 wil ze financieren. He, uiteindelijk is er 24. Dus die 15 wil ze financieren. Bij Financial Lease doet ze wel zakelijk, maar dat maakt het op zich niet uit. Dit is anders, hè? Dan zakelijk dan. Dus jij hebt net gezien dat ik namelijk in de Audi RS6 heb gereden. Ik heb de RS3 ook gezien, die staat namelijk hier op hetzelfde terrein. En die vond ik toch iets minder. De RS6 is wel heel erg dik. Ik zal even de RS3 laten zien. Kijk. Het ligt een beetje aan de kleur en een beetje wat je mooi vindt en zo. Ik vind de RS3 hier toch wel iets minder dik. Jullie mogen zelf natuurlijk oordelen wat jullie mooier vinden. Dit is de RS3 namelijk. Hij staat hier. En kijk, ik vind de kleur gaat op zich nog wel, maar het is een beetje een vage kleur. Je ziet hier ook RS3. Mooie koplampen, alles erop en eraan. Ook mooie zijspiegels. Maar ik vind het gewoon toch iets minder dik. Ik ben eigenlijk de RS6 gereden. Het is echt een beest van een bak. Echt waar. Het is echt super gaaf om hierin te rijden. Ik zal je laten zien hoe deze eruit ziet. Dus check even voor de volgende beelden. Wat een beest van een bak, holy shit. Jullie zijn het ook namelijk in de video dat ik namelijk echt als je het gas ver intrapt, dan in één keer echt met die G-krachten keihard in stoel gedrukt wordt. Super vette auto, ik hoop echt dat ik hem zo snel mogelijk kan
fixen voor mezelf. In ieder geval, deze opdracht uit het bucketlist kunnen wij ook namelijk aanwinken. Zetten we even namelijk een vinkje doorheen, zodat we deze opdracht ook hebben gehad. En ik ben heel benieuwd wat het volgende bucketlist idee gaat zijn, of ik die ook kan voltooien. Dus ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze opdracht ook super vet en wil je ook zeker weten dat die Audi RS6 zo snel mogelijk bij mij voor de deur staat? Doe dan even zoveel mogelijk blauw en zo op deze video. En klik ook even gratis op abonneren als je wilt hoogte blijven van mijn nieuwste video's. Zeg nu bedankt voor het kijken. En later.